dat allemaal kinderen die klaar zijn om te gaan vliegen naar nieuwe uitdagingen. Want hier leren we vliegen, recht de wijde wereld in. Hoe ik dat weet, is omdat dit ook mijn school is. En die wil ik jullie graag eens voorstellen. Kom, volg mij maar, want dit is mijn school. Mooi, hè? Dit is nu onze turnzaal. Of dit de plek is waar we leren vliegen. Ja, ja. Maar niet alleen hier, hè. Dat gebeurt overal in onze school. En het begint al in de kleuterklas. Onze kleuterschool is een gloednieuw gebouw. En ze is ook nog eens uniek. Want hier hebben de kleuters niet één juf, maar verschillende juffen. Hier zitten wij niet constant in één en dezelfde klas, maar werken wij in verschillende groepen, waar iedereen volgens zijn mogelijkheden de wereld leert verkennen. Het is hier ook erg leuk, want de klas is verdeeld in allemaal hoekjes, waar je kan knutselen, spelen en natuurlijk heel veel nieuwe dingen kan leren. We leren hier hoe we zelfstandig moeten leren en werken. Ze noemen dat hier zelfsturende vaardigheden aanleren. Moeilijke woorden om eigenlijk te zeggen hoe we zelf dingen kunnen leren, plannen en organiseren. Zelfs bij de kleutertjes gebeurt het al met de Circle of Trust, de rusthoek of de kakafoon. Best wel een raar woord, maar eigenlijk leren we op die manier hoe we met onze emoties moeten omgaan en hoe we zelf hulp kunnen zoeken. Dat zijn heel belangrijke vaardigheden, want die heb je later nodig in je leven, toch? Moeten wij dan echt alles zelf doen? Of doen die leerkrachten ook nog iets? Ja, natuurlijk. Het hele schoolteam is hier om ons te helpen. En daarvoor wordt hard samengewerkt. De juffen zijn de hele tijd in overleg. Ook met de zorgjuffen en directie. Op onze school is een heel team dat klaarstaat. Ook de ouders duiken hier al wint u op. Want die zijn natuurlijk overbezorgd en willen graag van alles weten hoe het met hun kind gaat. Op onze school worden ouders perfect op de hoogte gehouden. Niet alleen wat betreft de schoolresultaten, maar ook of hun kind zich hier wel goed voelt op school. Een nieuwe school is soms wel een beetje eng als je nog klein bent. En daarom mag mama of papa een drietal keer meekomen naar school. Zo voelen de kindjes die instappen zich al snel op hun gemak. Top! Ook in de lagere school valt er heel wat te ontdekken. Zo zitten wij hier niet in klassen, maar in korven. Dat zijn grote ruime klassen waarin we ons volop kunnen ontwikkelen. We krijgen ook geen les van één juf, maar van twee of zelfs drie, als dat geen luxe is. We krijgen hier ook opdrachten op ons eigen niveau. Lukt dat al heel goed? Dan krijg je ook oefeningen die je net iets meer doen nadenken. Weet je het even wat minder? Dan helpen de juffen je tot je weer helemaal top bent. Onze school heeft zoveel te bieden. We mogen ook heel veel werken met computers. En dat begint al in de kleuterklasjes. Lezen, dat doen wij in onze leeskorf. Dat is een heel gezellig hoekje om zich in te nestelen met een boekje. Want lezen is niet alleen leren, het is ook puur fun. Uiteraard moet hier ook hard gewerkt worden.
Maar er is ook ruimte om te spelen en elkaar beter te leren kennen. Letterlijk veel ruimte, zoals je kan zien. En wil je het even wat rustiger aandoen? Dan zijn er ook hoekjes waar je even kan chillen en tot jezelf kan komen. Is jouw kind ook klaar om te leren vliegen? Dan is mijn school deze school, the place to be. Welkom op de Bijenkorf.